Ik ben Kate Thean, 22 jaar, kom uit Amsterdam. Betaald voetbal spelen nog. Dat is al de droom die ik sinds kleins heb. Wat was ik zo je zien, hè? Huh? Hier thuis? Ja, ik woon hier thuis met mijn broertje, mijn vriendin en mijn moeder. Kan je ook rond de wereld? Nee? Dit is mijn gezin, dit is mijn broertje, dit is mijn moeder, dit ben ik. Vroeger had ik boskrullen. Had ik altijd vlechtjes naar achter. Maar op mijn 16e had ik een auto-immuunziekte gekregen. Dan viel al het haar af. En ja, sindsdien nog steeds eigenlijk. En ja, in het begin schaamde ik me eerst een beetje, maar met voetbal gaat niet iemand, als je in het veld staat, beoordelen om zijn uiterlijk of iets. Maar alleen aan de zijkanten misschien. En ja, mijn moeder zei me ook altijd, alles wat je kan bereiken, kan je gewoon bereiken door hard te werken. En dat ben ik gaan doen. Ja, mijn moeder is mijn trouwe supporter, samen met mijn vriendin. Dus ik kom elke wedstrijd kijken. Ze heeft geen 9 gemist, hè? Nee. Geen 9 gemist. Ja, als klein kind al. Dan ging je hier de buurt in het park. Kwam je op een gegeven moment terug met allemaal balken. Heeft hij eigen doelen gemaakt. Spijkeren, verf gezocht om ze nog te schilderen. En dan ging hij alle buurmannen en alle kinderen uit de straat naar buiten halen. En dan was het elke avond een feest hier voor de deur. De meeste buren werden gewoon helemaal gek van hem. Klopt. En die jongste die is heel erg gek van het rappen. En Kees is elke dag ook hem weer aan het helpen met liedjes schrijven en oefenen met een microfoon en een laptop van alles. Ja. Dus ja, ze zijn echt close samen. Dat is wel heel leuk om te zien ook. Ja, dit was ook een van zijn liedjes. Ja. Hij moet verder gaan met liedjes maken en hopelijk zien we hem binnenkort op tv, hè? En dat deed jij met je voetbal, nu bij Kosaka Boys, hè? Ja. Ja. Wanneer ga je dat beginnen? Begin juli. Ja. Kijk je er naar uit? Tuurlijk. Ik heb er eigenlijk al zin in, man. Als ik vandaag kon beginnen, was ik vandaag al begonnen. Bij Volendam heb ik 2 jaar gespeeld. Ik heb hard getraind voor dat moment. Ik heb mijn debuut gemaakt. Het ging goed. En op een gegeven moment wouden ze dat ik nog een jaartje op amateurbasis ging voetballen. En ik had aangegeven dat ik dat niet wou doen, want ik zou 20 worden. En ik dacht van, dan moet je me ook als een volwassen behandelen. Toen kwam Quick Boys op mijn pad. Als je hier naar kijkt, dan wil je toch gaan voetballen. Ja, dit jaar ging wel goed. Ik heb 18 doelpunten gemaakt en volgens mij 8 assisten. Quick Boys zet nog een keer aan. Dejan Kruis heeft alle vrijheid, maar Thean wil het zelf doen en doet het ook. In de toegevoegde tijd van de eerste helft vergroot Quick Boys de voorsprong. Ik doe alles om profvoetbal te halen met extra trainingen bij Wouter Academie. En gewoon veel van mezelf trainen, de minpuntjes sterker maken. Wat ik verwacht van Kosaka Boys is een hele leuke club met een leuke sfeer. Goede trainers en goede spelers natuurlijk. En dat we hard gaan werken voor mooie prijzen. Hopelijk zie ik dan een mooie profclub me en dan maak ik weer een stap hoger naar mijn doel. En hopelijk kan ik dan mijn droom waarmaken.